Nou, dan kan je vragen, oké, leuk, maar die bedrijven dan, die daar een belangrijke, essentiële speler in zijn, waarom willen die dat dan eigenlijk? Waarom zou een bedrijf bedenken van, kom jongens, wij gaan maar eens aan duurzaamheid werken? Of aan MVO? Nou, het is heel aardig om daarbij deze piramide te halen, die jullie misschien heel goed kennen, piramide van Maslow, hè? Dat is een piramide, een model dat aangeeft wat voor behoeften mensen hebben en wat voor motivaties ze dus ook hebben om aan dingen te werken. Normaal wordt dit model toegepast op individuele mensen, maar je kunt het heel aardig toepassen op bedrijven. En dan wel in de richting van waarom duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nou, daar zal ik je een paar voorbeelden van geven. Ik begin onderaan. Wat voor een mens lichamelijke behoeften zijn, dat zijn de directe fysieke behoeften, maar nu voor een bedrijf, en dan heb je het dus over de beschikbaarheid van energie, grondstoffen, ruimte of geld. Veiligheid en zekerheid, daar zijn aspecten zoals angst voor reputatieschade, wettelijke verplichtingen en juridische aansprakelijkheid. Sociale behoeften, klantenbinding, marketing enzovoorts. De ego-behoeften, marktkansen, prestige, aanzien, invloed. Veel bedrijven willen graag groeien. Waarom? Uit een oogpunt van continuïteit is dat lang niet altijd nodig. Continuïteit is eigenlijk de eerste behoefte van een bedrijf. Desondanks, een hoop bedrijven willen groot worden. Dat heeft misschien daar iets mee te maken, met het ego van de manager. Er zijn ook andere overwegingen uiteraard. En dan zelfverwerkelijking, idealisme, dromen. Er zijn natuurlijk heel wat managers die gewoon een hele oprechte bedoeling hebben om goed te doen voor de samenleving en niet alleen maar voor het eigen bedrijf of voor het eigen portemonnee. En dus dat is een belangrijke motivatie, maar ook andere dingen, verantwoordelijkheidsgevoel, creativiteit, innovatiedrang. De naam Steve Jobs komt opeens bij me op. Die zal daar vast in dat hokje bij creativiteit en innovatiedrang hoog scoren. Nou, zo zijn er, bij elk van die motivaties zijn ongetwijfeld bedrijven te vinden die daar sterk in zijn. En zo zie je, je kunt om allerlei redenen daarmee bezig zijn. Maar dat betekent ook dat als je dan dat wilt gaan doen als bedrijf, dat je daarvoor mensen in dienst moet hebben die dat soort dingen kunnen. Die dus bepaalde competenties hebben. Heel wat verschillende competenties, dat kan je wel zien. Hè? Je zal hier mensen bij moeten hebben die verstand hebben van de wet. Mensen die verstand hebben van geld. Mensen die verstand hebben van allerlei technische processen. En die mensen die moeten in staat zijn om beter dan een paar decennia geleden na te denken over de consequenties van wat ze aan het doen zijn voor duurzaamheid.